Hoi YouTubes, ik heb vandaag een video voor jullie waarin ik je laat zien hoe je makkelijk dit watercolor effect op je nagels kunt maken. Ik begin met een witte basiskleur en gebruik deze nagellak van de HEMA. Nu breng ik een laagje topcoat aan. Dit doe ik omdat ik straks aceton ga gebruiken en de topcoat beschermt mijn witte onderlaag. Om mijn huid sneller schoon te krijgen breng ik eerst Dance Legend Pure Manicure aan, maar dit is niet per se nodig. Nu gebruik ik een korte nail art kwast en ga ik nail nagellak van de HEMA gebruiken. Ik breng een beetje aan op een stukje papier en dan meng ik het met een klein beetje aceton. Hierna breng ik het op mijn nagel aan. Als je het op je nagel aanbrengt en het is een beetje te donker, kun je het lichter maken met wat aceton en dan kun je ook weer wat meer vlekjes creëren. Maar pas wel op dat je niet te veel aceton gebruikt. Als alle kleuren erop zitten, ga ik ze een beetje in elkaar mengen door het voorzichtig dunner te maken met aceton. Nu gebruik ik een topcoat die een matte effect geeft. Om alles netjes te maken gebruik ik zoals altijd mijn eyelinerkwast van de HEMA en wat aceton. Hier is het resultaat. Er zijn nog veel meer manieren om een watercolor effect op je nagels te maken, maar dit is een versie die heel makkelijk is en aceton is ook overal te koop. Laat mij weten welke video's je nog graag zou willen zien en als je mijn kanaal wilt steunen, vergeet dan niet om te abonneren. Bedankt voor het kijken!